De dag voor de match tegen Italië, de Belgen stromen toe en we hebben er hier al twee gevonden. Wat denken jullie van de match van morgenavond? Oh, ik heb er een goed oog op. Ik denk misschien, ik hoop dat ze gaan winnen, maar meer gelijk spel zijn ik, dat is ik ook wel tevreden. Zijn. Dus als ze maar niet verliezen, die eerste match. De beslissing om Lombards thuis te laten, wat vind je daarvan? Ja, die begrijp ik toch niet goed. Dus, ik had in de krant gelezen dat hij toch fit bleek en hij zelf zei ook dat hij fit was. Dus ik vind het een beetje jammer, toch een speler met veel ervaring. En dan, er zijn andere spelers bij. Ik kan nog geen namen noemen, die hebben volgens mij toch minder zijn in kwaliteit. Die hebben, ik denk dat we Lombards beter kunnen gebruiken dan sommige spelers die dat er nu wel bij zijn. Maar ja, we zullen wel zien. Misschien was ze echt toch licht gekwetst had en misschien een grote kans had dat hij uitviel. Dus, hoe ver denken jullie dat de Belgen gaan geraken in het toernooi? We hopen de finale, hè? Ja, want wij kunnen naar de finale gaan, had de België er effectief in geraakt. Dus, we hebben het zo bekeken tegen wie ze kunnen spelen in de volgende rondes. En er is een grote kans dat ze tegen Duitsland moeten in de kwartfinale. Dus dat zal een beetje een belangrijke match worden. En als ze die kunnen overleven, dan zit er wel in, denk ik. Het zal vooral afhangen van die kwartfinale, denk ik. Als ze daar, is nog vroeg natuurlijk. Hè. Jullie blijven hier heel de maand? Nee, dat kregen we thuis niet uitgelegd, denk ik. Normaal gezien wijst de woensdag tot drie nachtjes. Dus we hebben wel een paar dagen om de stad te bezichtigen. Dus we zijn nu hier voor nog een paar matchen mee te pikken in het Vandorp. Dus, Oké, bedankt.